Ik ben Gert-Jan Hilarius, ik ben de hoofdgroundsman van SC Heerenveen. Als groundsman ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van het hoofdveld, het stadionveld en de trainingsvelden. Ja, 7 dagen in de week ben je er echt wel mee bezig. Een verslaving noem ik het ook wel. In de winter voetballen we en dat doen we niet in de zomer. En in de winter groeit normaal gesproken geen gras. Dus dat is elke dag wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Het geheim kan ik natuurlijk niet verklappen. Maar het is wel een stukje, ja, het is natuurproduct. Dus je moet ook enigszins verstand hebben van de natuur. Een stadion is best wel een apart gebouw. Want we hebben weinig licht, we hebben weinig regen, we hebben weinig wind. Dus in de wintermaanden moeten wij zorgen dat we dus licht bouwen. Dus we gaan lamp op het veld zetten om maar groei te krijgen. We hebben veldverwarming, mocht het gaan vriezen, om de ondergrond te verwarmen. En we hebben natuurlijk ook beregening als het niet regent. Ik doe het natuurlijk niet alleen. We zijn met 8 mensen. En we hebben 9 trainingsvelden en dan dit hoofdveld. Ja, dat moet elke dag gewoon in topconditie zijn. Goede grasmat is gewoon belangrijk. Je moet geen blessures op de grasmat krijgen. Maar je moet ook een bepaalde snelheid en een bepaalde stroefheid hebben. Het is natuurlijk mooi dat je dat voor je eigen team kan maken. Zodat het tegenteam daar moeite mee heeft. En dat is eigenlijk ons spel. Ik ben trots dat 27.000 mensen elk weekend naar ons mooie vak zitten te kijken. En als het team dan ook nog goed presteert, ja, dan is het natuurlijk een mooie dag. Je werkt met z'n allen eigenlijk toe naar het weekend, wanneer dat moet gebeuren. Met dit mooie stadion, in de pompenbladen, het Fries Volkslied. Nou, mijn oudste zoontje die zegt altijd van... Heid, dat is in Nederland, hein, papa. Heid zegt hij, als je graszaad strooit, dan wordt het gras mooi groen en dan worden mensen gelukkig.